allemaal. Tijdens deze video nemen jullie mee door de 7 fases van het praktijkexamen. Nou, we starten met de briefing, dat is fase 1. En tijdens de briefing bespreken we met de crew verschillende onderdelen van de vlucht. Zo behandelen we service, flight safety en een algemeen gedeelte. Kinderen, ik weet niet wat ze leeftijd is vandaag. Als we 12 jaar, dan mogen 12 jaar mogen daar niet zitten. Ook passagiers die reizen met een baby. Dus ja, dat is een beetje. Ja, dat is goed. Dan starten we met fase 2. Okay. Fase 2 is de pre-flight equipment check en een cabin security check. Wij controleren of alle equipment aan de veiligheidsregels voldoet en of ze aanwezig zijn. Voor de zorg is het erin, de veiligheid gaat het erin. Zuurstofmasker. Yes, en de seatbelt zit er ook in. Helemaal goed. Dus het is helemaal compleet. Nou, top, dankjewel. Yes, alsjeblieft. Check PA. Ja, die doet het. En dat was het. Dat was de check van de PA. Bij de cabin security check checken we of de onregelmatigheden zijn in de cabine. Tijdens het instappen assisteren we ook de passagiers bij bijvoorbeeld het babyriempje, de bagage in de bagagebak doen en informeren wij de passagiers die erbij overwing zitten. Wij laten u zien hoe de stoering wordt gesloten, aangetrokken en geopend. Bevestig de band over uw hoofd en adem normaal. Bevestig de band via de rug. Aan de clip, aan de voorzijde. Heren, dank voor uw aandacht en namens Transavia wensen we u een goede vlucht. Tijdens fase 4 richten wij ons op de gesprekken met de passagiers en richten wij ons ook op de verkooptechnieken die worden toegepast door de cabin crew. Tijdens fase 5 bereiden we ons voor op de landing. We gaan nog een keer controleren of de bagage allemaal is opgeborgen, of de baby's goed vastzitten en of de passagiers de stoelriem hebben gesloten. Als het vliegtuig eenmaal geland is, kan de cabinecrew een commando verwachten, disarm de slides. Hierbij worden de deuren weer gedisarmd en er wordt een crosscheck gedaan. En vervolgens gaan wij beginnen met uitstappen. Tot ziens. Tot ziens. Tijdens de laatste fase controleren we nog één keer de cabine of er geen achtergebleven spullen achtergelaten zijn door de passagiers. Dank jullie wel voor het kijken en heel veel succes bij jullie eindexamen.